Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Lieve Maas, en ik ben verkozen op de senaatslijst van de N-VA. Ik ben afkomstig uit Zaventem, dat ligt in het arrondissement Halle-Vilvoorde. En voor N-VA'ers is dat een streek waar het al een heel tijdje om draait. Ik ben momenteel lid van het partijbestuur, maar dit is mijn eerste officieel mandaat. Tot nu toe werkte ik privé in een groot computerbedrijf. Ik heb wel een traditie van politiek in de familie, want mijn vader heeft hier 25 jaar geleden afscheid genomen. Ik woon in Zaventem, dus wij stemmen elektronisch, dus wij konden eigenlijk stemmen tot 3 uur in de namiddag. Ik ben, ik denk rond 10:30 gaan stemmen en ik had ook nog een volmacht, dus ik heb dan nog eens met volmacht gestemd. En ik ben dan bij mijn ouders langs geweest en om nog eens voor mijn vader op te frissen wat dat de verschillende stappen op het scherm waren van eerst komt dit en dan komt dat. En dan op de middag ben ik gaan eten bij de afdeling in Roosdal. Die hadden al lang tevoren hun eetfeest gepland, dus ik ben dan daar gaan eten. Ik ben daar nog een collega van op het werk tegengekomen, dus het was eigenlijk nog een vrij leuke middag. En dan ben ik naar huis gegaan en dan zat er niet veel anders meer op dan wachten op de resultaten, want dan was de beslissing toch gevallen. En dan heb ik van de nood een deugd gemaakt en ben ik eigenlijk mijn appartement beginnen opruimen. En ik heb ruiten gekuist en alle achterstand in opruimwerk weggewerkt. En dat heb ik eigenlijk de rest van de avond ook gedaan. Zodra dat de uitslagen binnenkwamen, stond natuurlijk televisie op. En heb ik regelmatig op het internet gecheckt. En ja, en dan in de loop van de avond al een aantal telefoons gekregen en gepleegd. Dus dat was zo'n beetje mijn avond. Wel, deze keer was zoals de vorige keer van zodra dat er een paar uitslagen binnen zijn, is de trend duidelijk. En eens dat de eerste 3, 4 uitslagen binnen waren, dan bleek toch eigenlijk dat de N-VA zeer duidelijk gewonnen had en toch nog wel een stuk meer dan dat we eigenlijk verwacht hadden. We hadden min of meer verondersteld dat we zouden winnen en zouden vooruit gaan, maar zeker ik niet in die mate toch. Dus dat was toch wel het belangrijke moment van de dag eigenlijk, ja. Ik denk dat het een aantal dingen waren. Eerst en vooral denk ik dat wij een vrij duidelijk verhaal hadden. Het was ook begrijpelijk verpakt. Bart De Wever heeft ook gedurende de afgelopen jaren echt de moeite genomen om met de mensen te gaan praten, met de mensen in debat te gaan. Vaak ook voor gezelschappen die ons normaal gezien niet zo goed gezind zijn en zeker niet onze kiezers zijn. En hij heeft toch elke keer die taak op zich genomen van ons standpunt te vertalen en te verwoorden. Waardoor dat ik denk dat toch een aantal mensen gaan nadenken zijn omdat ze zagen dat het toch helemaal niet vooruit ging. Dat ongeveer elk dossier, of dat het nu justitie was, over migratie, over ongeveer alles blokkeerde. Er was nergens een domein waar de dingen vlotjes verliepen. En ik denk dat dat in ons voordeel gespeeld heeft. Ook het feit dat wij eigenlijk ons woord gehouden hebben heel de periode, dat wij desalniettemin de kleine fracties ook altijd in de rapporten beoordeeld worden als harde werkers, toch met een vrij groot aantal mensen met kennis van zaken. Dus ook die degelijkheid, ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft. En vooral ook de slogan van durven veranderen. Ik denk dat de mensen het dusdanig moe waren dat eigenlijk voor een groot stuk meegespeeld heeft. En dat ze eigenlijk ook al die beslissing aardig wat voor de verkiezingen genomen hebben, denk ik.
ga natuurlijk niet in de hoofden kijken van alle kiezers die voor mij gekozen hebben. Ik denk voor een stuk om de mensen die mij kennen, ik draai al een heel tijdje politiek mee. Ik ben ook regelmatig tussen de afdelingen en de mensen in mijn streek. Ik kom uit Halle-Vilvoorde, dus de mensen die mij daar kennen, denk dat die dat vonden dat dat gerechtvaardigd was, dat ik die plaats gekregen had en die wou mij daar ook steunen. Ik was de eerste kandidaat van onze regio, dat helpt ook altijd. Dat is zo'n beetje de lokale aanspreking op de Senaat. Dames doen het over het algemeen ook iets beter op lijsten dan mannen. Dat is ook zo. Je hebt een aantal stemmers, zowel bij de dames als bij de heren, die op alle dames stemmen. Dus daar is ook altijd wel een klein effectje van. En voor de rest, ja, natuurlijk ook de vrienden en de familieleden die zich toch nog iets meer engageren als het iemand is die ze zelf kennen en dan op hun beurt ook u aanbevelen bij al hun vrienden en kennissen. Ik denk dat het dat zo ongeveer was, ja. De reacties die ik persoonlijk gekregen heb, die waren allemaal positief. Ik had er een aantal die zeiden van eindelijk, nu zij er toch bij, want ik draai ook al een tijdje mee. En ook wel met een vrij grote verwachting van nu moet je het ook gaan waarmaken. En het is nu ook de moment dat die verandering dat je beloofd hebt, dat die er effectief ook gaat komen. Dus, maar over het algemeen toch wel zeer positieve en enthousiaste reacties, ja. Wel, door het feit dat we met zoveel nieuwe collega's zijn, heeft de partij zelf al een en ander op poten gezet. Dus we hebben afgelopen week een gezamenlijke fractievergadering gehad met collega's van de Kamer, waar dat een aantal praktische dingen in uitgelegd zijn. En er is ook een soort zomeruniversiteit in opmaak, waar dat we toch nog een aantal specifieke dingen mee gaan krijgen. Ik heb dan zelf ook al wel eens op de website gekeken naar welke commissies er zoal zijn en hoe dat de vergaderingen in elkaar zitten. Dus daar heb ik ook al wel eens naar gekeken. En ik ben ook een klein beetje bevoordeeld, want mijn vader heeft hier ook gezeten, weliswaar al een heel tijdje terug, zodanig dat de structuur ondertussen al wel iets of wat veranderd is. Maar ja, toch heb ik ook wel zeer veel goede raad en advies gekregen van daar moet je op letten en dat kan je doen. Dus ja, er is al wel wat voorbereiding, nog niet heel veel en ik zal nog veel bij moeten leren, maar het begin is gemaakt. Ik denk dat ik de mensen concreet kan helpen met gewoon te doen wat er van een parlementair verwacht wordt. Is te zeggen, opvolging van de dossiers, controle of dat alles goed uitgevoerd wordt, of dat er met het belastingsgeld niet gesmost wordt, of dat de nodige accenten gelegd worden. Ik denk als ik daar al in slaag, dat ik mijn taak naar behoren doe. Ja, er verandert toch wel een en ander. Dus mijn gezinssituatie verandert niet, want ik ben ongehuwd en heb geen kinderen. Dus daar is de impact beperkt. Wat er wel gaat veranderen, ik had tot nu toe een carrière buiten de politiek. Dus ik werk bij een internationaal computerbedrijf waar ik ook een internationale job heb. En die ga ik onderbreken, want ik ga inderdaad voltijds naar de Senaat komen. Ook omdat het is moeilijk combineerbaar en het is een heel nieuw domein. En ik zou er dan ook graag mij volledig voor inzetten, zodanig dat ik het vlug onder de knie krijg. Dus ik ga onderbreken om te beginnen. Het andere ding dat gaat veranderen is dat waar vroeger politiek louter in mijn vrije tijd was, dat het nu meer verweven gaat zijn en ja, dat het nu eigenlijk meer dan 100% zal worden, hoogstwaarschijnlijk. Dat is eigenlijk
moeilijk, want ik heb zo geen glazen bol waar ik kan in voorspellen hoe het gaat worden. Ik denk dat ik veel ga kunnen leren. En ik hoop dat wij ook een aantal boeiende dossiers krijgen voorgeschoteld, waar dat wij toch kunnen opwegen en toch van enige invloed zijn. Dat is ook moeilijk, omdat ik nog niet goed zicht heb van wat er allemaal op mij gaat afkomen. Ik denk dat het nu eigenlijk echt gaat beginnen, zodanig dat je er echt kunt mee aan de slag gaan. En eens dat alle installatieperikelen en introductie achter, dat je aan het echte werk kan beginnen. Ik denk dat ik daar voorlopig het meest naar uitkijk. Bang is een groot woord. Ik denk waar ik zal zeker proberen aandacht aan te geven, is dat ik voldoende waarmaak waarvoor men mij verkozen heeft. Want uiteindelijk krijg je het vertrouwen van de mensen en het komt erop aan van dat vertrouwen niet te beschamen. Dus ik denk dat ik daar toch wel het meest ga op waken. Ik denk dat zo het voornaamste punt is. En dan liefst geen flaters van formaat maken, want dat zou jammer zijn. Maar ja.